Oké, de lijnen knipperen alweer. Ik pak lijn nummer 4. Hallo, wie hangt daar? Hey, Robert! Hoe is hij daar? Dat meen je niet. Reinout. Supermooi. Reinout, ben je daar? Ja, tuurlijk man. Die belt gewoon in de uitzending. Ja, ik hoorde dat van die plaat aanvragen. En ik heb toevallig een supermooi, niet meer normaal onwijs, prima te gek lekker nummer. Ja. Ik weet alleen even niet hoe het heet, maar je hoort het op de achtergrond als je goed luistert. Oh, dat nummer van Alcazar. Precies. Dat vind jij een mooi nummer. Oh, dat vind ik een supermooi, niet meer normaal onwijs, prima te gek lekker nummer. Ja. Top. Oh, wat leuk. Nou ja, dat vind je, ja. God. Je bent, ja, weet je, ik heb altijd het gevoel dat ik mezelf daarin lekker goed kan positioneren als het ware, weet je wel. Ja, jij hebt het altijd op de achtergrond aanstaan, hè? Dat vind ik super lekker. In de auto, thuis, op de wekkerradio, overal. Je kunt er geen niet bedenken. Ja, maar je presenteerde jij vroeger altijd de 10 mee, hè, natuurlijk. Klopt. Dat vind ik gewoon prettig, weet je wel. Als je iets vertelt, dan komt het lekker over op een of andere manier. Dus doe het eens. Welkom bij de 10 vanavond. Een hele goede avond en welkom bij de 10 beste mensen van de wereld. En we beginnen op 10 met Joop van den Ende. Joop is een fantastische kerel die al in 1932 zijn eerste theatershow weggaf als Batman in een fantastisch groot pak. En het was gelijk een groot succes, 18 miljoen mensen. Op nummer 9 vinden wij, door jullie zelf bepaald op de site www.10.nl, Joop van den Ende. Deze fantastische man heeft het theater in Nederland weer op weten te krijgen. Vlak nummer 8 niet uit, want wie hebben daar staan? Onze eigen nationale Ivonieën. De man met diepgaande gesprekken in talkshows, bekend geworden van het fantastische tv-programma, de tv-show, geproduceerd door nummer 6, Joop van den Ende. Ja, afijn, ik kan het hele rijtje afmaken, maar dat, je krijgt het gevoel wel een beetje mee, heb ik het idee. Ja, maar het is gewoon lekker positief allemaal, lekker super. Ja, precies. Belangrijk, altijd even lekker blijven lachen, mooie programma's maken, voorwaartjes verkopen, prima. Ja. Nou, heel goed, Reinout. Heel goed, ik ga hem voor je draaien dan. Maar dan moet je... Heel goed, want dan kom ik de laatste 2 dagen van de week nog door. Want ja, de week is alweer half op, dus voor mij altijd balen, weet je wel. Ja, de werkweek is al voor de helft voorbij, ja. Ja, weekend komt nog 2 dagen en dan kan het aftellen weer beginnen. Nog 2 dagen, dan kan het aftellen voor je werkweek weer beginnen. Precies. Hey, Reinout. Ik wilde zeggen Arnie, maar Reinout. Ja? Moet je hem even op de achtergrond bij jezelf even uitzetten? Oké, dat is goed. Zet je hem even uit? Ja, wacht even. Ja? Ja, hij is nu uit, hè, bij jou? Ja, maar ik wil hem snel weer horen, want dan word ik gek. Ja, dat vind je heel onheimlich, hè? Precies, dan voel ik me niet lekker. Moet je dat horen, hij wordt helemaal gespannen, wordt hij. Ja, gelijk, hoor je. Daar houdt hij niet van. Kom op, Robert, zit even die plaat op. Kom op, jongens. Heerlijk. Goedenavond, dames en heren. Vandaag welkom bij ons. Ja, hij heet Sexual Guarantee van Alcazar. Vind je dat niet iets te ver gaan? Daar gaat het niet om, het gaat om de beat die erin zit. Het lekkere gevoel dat je de mensen thuis mee te geven als je vertelt over een fantastische figuren uitshow is. Is het lekker, Reinout, zo? Oh, dit is super, man. De rilling is er op de rug. Dankjewel, Reinout. Ik ga hem nu draaien voor je. Is goed, jongen. Bye bye. Is goed. Favoriete nummer van Reinout Oerlemans aller tijden. Hier is Alcazar.